Meneer voorzitter, maar we zijn hier om ook met u te bespreken hoe we dit allemaal gaan oplossen. We zitten inderdaad in een vrij droevige, treurige en uitdagende positie als land. Maar we willen vooruitkijken. Maar we willen ook goed in kaart hebben wat de problemen zijn die we als regering moeten oplossen. En anderzijds is het belangrijk dat u als college, als bevolking, ook weet wat de oorzaken zijn van deze crisis. Want als u dat niet weet, dan gaat u symptomatisch bezig zijn. En wij willen geen symptoombestrijding. We willen structurele oplossing voor de problemen die we aangetroffen hebben. De voorzitter, het is ook belangrijk dat de samenleving weet hoe ernstig de problemen zijn. Omdat we ook merken het ongeduld in de samenleving. Dat als je zulke immense grote problemen hebt aangetroffen, dat die oplossing niet binnen een dag kan komen. En nog minder binnen 2 maanden. Maar we zijn zover om alles goed door te lichten, goed zichtbaar te maken, goed te identificeren en daarop hebben wij beleid ontwikkeld. Meneer voorzitter, dat is belangrijk. Dat we nu zaken concreet gaan aanpakken en oplossen. Meneer voorzitter, het zal onvermijdelijk zijn dat de maatregelen die u straks gepresenteerd zult krijgen, ook offers zullen vragen van de bevolking. Wel zal de regering, en ik heb de overtuiging, dat wij uw parlement achter ons kunnen krijgen, dat deze offers zoveel mogelijk op de sterkste schouders zullen worden afgewenteld. En we zullen zoveel mogelijk de gewone burger en de kwetsbare groepen trachten te ontzien. We gaan vooruitkijken, zoals eerder gezegd, meneer voorzitter. De bevolking heeft ons immer niet gekozen om alleen die problemen te benoemen. Maar met name om voor oplossingen te zorgen. Om de samenleving te leiden richting welvaart en welzijn. Richting gelijke kansen voor iedereen. Richting gelijkwaardige samenleving. Meneer voorzitter, de oplossing die de regering zal presenteren voor uw geacht college. Voor de samenleving. Die zullen onderdeel vormen van een breder regeringsbeleid. Waarin iedere Surinaamse burger in vrijheid, welvaart en zekerheid zal kunnen leven. Waar een duurzame groei van de economie, welvaart en welzijn van de bevolking gewaarborgd zal blijven. De regering al het mogelijke maakt dat de burgers samen kunnen leven en werken op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid en collectieve geborgenheid. De gezondheidszorg, veiligheid en de rechtszekerheid van de Surinaamse burgers hierbij ook verbeterd moeten worden. En de mensen die een achterstand hebben, de kans hebben om vooruit te komen en zich verder te ontwikkelen en te scholen. De voorzitter van Suriname en de burger van Suriname moeten weer volwaardig, met trots en met gezag kunnen participeren in internationaal verband en ook in het buitenland. De voorzitter, onze burgers zullen er trots op moeten zijn dat zij kunnen zeggen dat ze Surinamer zijn. Dat ze onderdeel uitmaken van een pluriforme samenleving. Een moderne samenleving waar er sprake is van eenheid en diversiteit. Gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Gelijkwaardigheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Gelijkwaardigheid tussen de diverse religieuze en etnische groepen die ons land rijk zijn. Een samenleving die fundamenteel gebaseerd is op de universele rechten van de mens. Een samenleving met goed onderwijs, hoogwaardige gezondheidszorg. Waarin alle randvoorwaarden voor persoonlijke en collectieve ontwikkeling aanwezig zijn. Een samenleving die zich kenmerkt door welvaart, welzijn en gelijke kansen voor ieder. De voorzitter, een land dat zich onderscheidt door leiderschap in de regio. Dat is waar deze regering voor staat. Dat is waar Suriname zal moeten zijn. Dat is waar de bevolking voor heeft gekozen. De voorzitter. De ambities van deze regering kunnen uitsluitend gerealiseerd worden op basis van sterk leiderschap, goed bestuur, good governance en op basis van een gezond en solide financieel beleid.